Hallo kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Vorige keer hebben we deze gemaakt, de P-Word. Welkom terug bij een nieuwe video van Ondergrond Survival. De vorige keer hebben we deze gemaakt. Ik heb weer een nieuw crafting recipe. Alleen deze is niet echt heel speciaal. Maar dit is gewoon omdat van... ik vind het sowieso raar dat dit niet een echt crafting recipe is. En... ik zou het ook niet kunnen doen met het normale crafting recipe. Ik zal wel laten zien wat ik bedoel. Dus... nou, ik neem een stokje. Kijk, gewoon... zo. Ik heb geen idee waarom dat niet in het echt... waarom dat niet in een normale spel kan. Dan moet je het per se met een... met bamboe doen, maar... dit is gewoon normaal. Ja, ik vind dat het gewoon met stokken kan. Maar ja, ik kan niet echt op deze manier. Kan ik nogal moeilijk een jungle vinden. Dus. Laat staan bamboe verzamelen natuurlijk. Oké. Ik plant trouwens maar meteen een nieuw schrupje. En ik kan er trouwens nog wat mee. Dat kan zo. Oh nee. Wacht, wat was het nou ook alweer? Oh ja, kijk. Dan hebben we er trouwens nog een... nog wat scaffolding voor nodig, zo. Kijk, als we het zo doen... kijk, dan hebben we... ja, nu ziet het eruit als jungle... als een fern of jungle plant. Maar dat is hetzelfde als deze. Dus dan krijgen we daarna een speciaal item. Maar eigenlijk wat dat doet is dat het dirt of gras. Het is gewoon scaffolding. Maar dirt of gras dat erbij zit duwt het dan omhoog. Zodat je dan dus er zo een paar zou kunnen plaatsen. En die dan kon. Die dan kan. Hoe heet het? Ja, dat je ze dan gewoon kan plaatsen. En dan heb je zo'n dakje nog steeds boven je. Dan hoef je niet de blokken weg te plaatsen. Dan kan je zo klimmen. En dan is de dirt die je al hebt als dakje. Kan je dan... Dan zorgt er dan dus voor dat je niet doodgaat. Dus dat is erg handig. Oké, maar... eerst moeten we weer... verder gaan wat we vorige keer hebben gedaan. Namelijk het blazegods verzamelen. Ik heb nog iets van 6 blazegods nodig. Minimaal, denk ik. Ik word meteen al bekogeld. Dat vind ik niet heel aardig van ze. Oh, kijk, hier zit hij. Ik denk dat ik... dit is er maar 1, dus die kan ik wel gewoon zo pakken. Daar hoef ik geen kogel voor te gebruiken. Want het is niet echt een kogel. Het is gewoon een normale iron nugget. Maar ja. Dat neem ik ook maar mee. Oeh, goud. Zadel heb ik niet echt veel aan. En zo heb ik een of andere manier een... en diamonds. Dat is zeer goed. Ik heb trouwens ook gewoon een bijl waarmee ik het zou kunnen doen, maar ja. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon een beetje ga rondlopen, zoeken naar kisten en blaze. Oh, alweer diamonds. Nou, ik ga niet klagen, maar... wat zal dan deze? Oké, goud weer gewoon. Er zijn in één keer 3 kisten achter elkaar. Dat is goed. Ik had misschien wel iets meer... ja, iets meer eten mee moeten nemen. Maar... ja. Daar is er eens een blaze spawner. Dus daar ga ik maar heen. Oké, van hem wil ik een beetje afstand houden. Oh, kijk. Ja. Daar hebben we allemaal blaze. Oh, ik
kan geen eens meer eten. Ik bedoel, geen eens meer rennen. Oké, wacht. Wacht, hoe ga ik dit doen? Ik denk zo. Dan ga ik hier gewoon eventjes wat eten. Oh, nee, dat doe jij niet, Nee, laat me met rust, alsjeblieft. Oké, ze lijken me met rust te laten, zo. Dus ga ik hier maar gewoon een beetje voor je te farmen. Oké, al de pigments zijn weg. Alleen die mensen zitten daar nu een beetje rond te hangen. Dus zien zo, oké. Oh nee, dat is ook niet goed. Oké, laat me het rust alsjeblieft. Ik heb de coördinaten opgeschreven, gewoon met F3 plus I. Ik heb trouwens ook mijn schild niet meegenomen. Dat zou misschien wel slim geweest zijn. Oké. Gaf die eten? Nee, hij gaf geen eten. Nee, oh nee, oké, ik ben dood. Maar ja, ik heb de coördinaten gelukkig nog, dus... Oké, hopelijk zijn er nu een beetje... Zijn ze nu goedies? Het lijkt er wel op, behalve die daar, maar... Hij heeft me blijkbaar niet gezien. Oké, zo. Zo, oké. Ja, volgens mij hebben we alles. Ik heb alleen weer geen eten mee, ik weet niet. Dat is nou juist het hele probleem. En, dat was nou juist het hele probleem en dan vergeet ik het weer. Oké, hopelijk. Zo, yes. Oké, we hebben er twee. Oké, ze beschiet mij. Zo, oké, nu... De particles zaten een beetje in de weg. Ik kon niet precies zien wat er gebeurde. Wat nou als we gewoon daar beneden, naar beneden gaan vallen, zodat ik dood ga? Dus kijk. Zo. Oh, wacht. Dat was niet precies wat ik wou doen, want nu ben ik waarschijnlijk een paar van mijn items kwijtgeraakt door het vuur. Oh ja, eten, hè. Heb ik eten daarin zitten? Ik heb dat. Verder niet. Jij groeit niet bepaald snel. Waarschijnlijk omdat we hier niet zoveel rondhangen. Maar ja. Oh, ja, dat is niet bepaald handig. Ik zat gewoon spatie te spammen en te rennen, maar... Toen ben ik nog steeds bijna dood gegaan, heb ik dat trappetje voor niks gebouwd. Maar, ja, oké. Ging ik weer bijna dood. Als ik straks mijn enige eten kwijtgeraakt. Het is deze kant op, toch? Misschien kunnen we beter via hier gaan. Dat is misschien wat veiliger. Ik val meteen weer dood en ik kan er via hier niet lang... Oh ja, toch wel. Oké. Oké, ik moet denk ik in mijn keyword meer gaan gebruiken. Oké, zo. Oh nee. Oh wacht, dat is mis. Oké. Via hier kan ik er denk ik wel zo bij. Anders. Oh nee. Hoe heb ik dat overleefd? Nee. Oké. Zo, kom op. Snel. Ik bedenk me nu pas van hoe gaan we eigenlijk enderpearls krijgen. Want village vinden is te moeilijk. We kunnen ook niet gewoon over de grond heen lopen om endermans te zoeken. Wat sowieso al moeilijk is. Dus, tenminste niet moeilijk is, lang duurt. Dus, ja, ik weet niet hoe we dat gaan doen. Oké, ik heb nog een half hartje en ik wil mijn 4 diamonds en al dit andere spul liever niet kwijtraken. Dus ik denk dat ik maar gewoon weer
terug naar de Nether portal ga als ik ergens een oh, wacht, is dit waar we heen moeten? Tenminste, ja, dit is het toch. Oké, maar ik ga maar gewoon weer naar de portal. Als we een blaze tegenkomen, ik hoor er in ieder geval wel een, dan zouden we misschien kunnen proberen te doden, maar lijkt me niet dat het heel goed gaat, want nu kan ik ook niet meer rennen. Oké, daar zit een blaze. Oké, zo, zijn laatste nog. Auw. Nou, we waren in ieder geval dichtbij. Zo te zien gingen mijn items niet het vuur in. Dus ik denk dat ik mijn spullen maar pak, ze terugbreng naar de basis. Dan met de botten die ik nu heb, wat bone meal ga gebruiken op mijn plantjes. En ja, hopelijk komt het wel goed. Nou, heb ik die... Nee, een trap zo mooi gemaakt. Komen er allemaal van deze jongens achter mij aan. Die gooien mij er dan gewoon van af. Oké, ik ben al dood. Dus ik weet niet waarom ik nu nog ben aan het rondlopen. Oh, hey, kijk. Oh, kijk, hier is het. Snel. Dus wat mis ik nog? Wat mis ik nog? Dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik. Oh nee, 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 nee. Laat me in rust, laat me in rust. Nee, 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 nee. Ga weg jij, ga weg jij. Oké, nu laat hij me als het goed is met rust, toch? Zo werken die dingen. Hopelijk krijgen we wat eten van hem. Dat is niet de bedoeling. Nee, ga weg jij. Oké, zo. Oh, daar schrok ik van. Oké, we hebben weer wat meer botten. Ik kijk een zadel. Dit is niet waar we heen, waar we moeten heen, nee, hier zo, kijk. Viel bijna weer dood. Daar zitten volgens mij nu allemaal van die varkens, dus hopelijk laten ze met rust. Zo te zien niet, maar ze zijn denk ik te dik om deze trap op te komen, dus... We kunnen wel gewoon zo gaan, en ja, oké, dit is... Als je hier bent, ben je eigenlijk al veilig. Oké, nou, ik zal maar meteen wat extra eten pakken.